Goedemiddag op deze woensdag. Het is 9 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Sorry voor het achtergrondgeluid. Ze zijn buiten bezig en ik moet hier de ramen open hebben. Dus ja, dat geluid komt nu natuurlijk even dubbel zo hard binnen. Maar goed, het is even wat het is. Ik ben eigenlijk best wel blij, want ik heb een Apple Watch. En het handige daarvan is dat je daar sinds een tijdje ook mee kunt betalen. Het kan met je iPhone, maar ook met je Apple Watch. Nou was het feit dat ik dat eigenlijk bij mijn vorige iPhone allemaal had geconfigureerd. En sinds ik mijn nieuwe iPhone had, kreeg ik hem niet meer aan het praat op mijn Apple Watch. Ik ben er toen steeds mee aan de gang gegaan, lukte niet. Ik dacht, nou weet je, doe ik het later weer eventjes. Maar het irriteert me ook wel dat het dit niet deed. Dus wat ben ik gaan doen? Ik heb eventjes de kaart van mijn telefoon gehaald. En toen ben ik hem eerst op de Apple Watch gaan toevoegen. En toen deed hij het weer. Daarna heb ik hem weer op mijn telefoon gezet. En ja, ik ben dus helemaal blij. Want ik kan dus weer betalen nu met mijn horloge. Het gaat maar tot een bepaald bedrag. Dan moet je ook gewoon je pincode invoeren. Hetzelfde als dat je contactloos betaalt, zeg maar, met je bankpas. Maar ja, daar ben ik wel heel erg blij mee, want het zat me best wel dwars en daar kan ik dan heel slecht tegen. Dus ik ben heel erg blij dat hij het weer doet. Dus ja, dat was alweer een pluspunt. Gisteravond heb ik lekker eventjes gegamed. En heb ik de Snackmasters gekeken, de finale. En Ron Blauw heeft gewonnen en daar was ik wel heel blij mee. Dat kwam meer omdat ik hem van naam kende en de andere... kok, die kende ik niet. En ze gingen borrelnoten maken. Nou, dat is nog best wel een moeilijk proces. Het jammer is dan wel, dan gaan ze de fabriek in. En dan zitten er toch geheime recepten in die je dus niet mag weten. Dus dat vond ik dan wel weer jammer. Dat je dan eigenlijk nog niet weet hoe dat ding nou specifiek gemaakt wordt qua ingrediënten en zo. Maar oké, dat was wel heel erg leuk. Daarna wilde ik 4 handen op 1 buik gaan kijken, maar dat kwam niet. Want er is nu EK op televisie, geloof ik, met sport. Ik weet niet eens meer wat het was, dus dat kwam niet. Dus toen ben ik, hoe heet het, gaan terugkijken. Gestalkt, maar dat was ook al een herhaling. Want dat was nu weer met Thijs Zeeman. En dat werd op SBS6 natuurlijk nu met Olshay Coulson gedaan. Maar goed, ik heb wel even gekeken. Toen ben ik de vlog af gaan maken. En heb ik mijn foto's voor het grootste deel bewerkt. Ik moet zo even een paar nieuwe maken voordat ik ga poetsen. Want die waren niet helemaal naar mijn tevredenheid. Dus die moet ik nog even doen. Die moeten dan nog bewerkt worden. Dan kan vanavond het artikel geschreven worden. En daarna ben ik de Bold Type gaan kijken. Ben ik een nieuwe video, nieuwe serie gestart op Netflix. En ik ga even opzoeken hoe die heet. Even kijken hoor. Heb ik die app hier? Ja, ik heb hem. Kan ik even kijken hoe die heet, want ik weet het niet. Kijk. Follow the SOA heet die. Ik zag daar toevallig een stuk van voorbij komen op de reclame. En ik dacht, nou, ik kan wel eens kijken of het wat is. Het is best wel een aparte serie. Het heeft maar 8 afleveringetjes van een minuutje of 24. Maar ik vond het op zich ook wel lollig. Ik heb er ook wel heel erg om moeten lachen. Dus ik wil hem op zich wel, wel uitkijken. Omdat ik het wel gewoon best wel grappig vond. Dus dat was het ook. Ik ga nu de laatste handdoeken was even erin doen. Dan is dat tenminste weg. Dan kan het niet meer gaan stinken of wat dan ook. Ga ik even de foto's maken en dan ga ik poetsen en daar ga ik jullie dan bij zetten. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen, want des te eerder ben ik klaar. Hoe warm is het hier inmiddels? 24 graden. Hoe warm is het buiten? Kijk hoor. 25 graden. Dus het is hier 1 graad koeler dan buiten. Nou, geweldig. Ik ga even mijn dingen doen en dan zet ik jullie erbij met poetsen. Thank you.
zo, alles is weer lekker klaar, woonkamer is klaar. Het ging een beetje moeizaam, want ik moest er af en toe even af, omdat ik ook appjes binnenkreeg. Dus die wilde ik dan toch even beantwoorden. Ik vind het altijd vervelend als ik het binnenkrijg, ik lees het om dan niet direct te antwoorden. Dus ik had wel direct even geantwoord. Maar goed, alles is weer lekker klaar. Ik zag, de katten hadden wel flink gekotst, zeg maar, achter het... het gedenkplekje van Bunny's, dat heb ik nou ook allemaal lekker schoongemaakt. Lekker gedweld, goed gezogen. Ja, echt weer heerlijk. Alleen... Oh, gatsie. Ik heb het op mijn voet. Het vervellen van mijn voeten wil nog niet echt lekker. Maar goed, alles is in ieder geval weer lekker gedaan. De was die draait nog, dus die, als die straks klaar is, kan die de droger in. En dan ja, heb ik de handdoek in ieder geval weg. En van de week nog even een wasje. En dan is het voor deze week ook wel weer klaar. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Want ik heb nog wel even wat doodles getekend. Maar ik heb ze vooral nu even getekend. En dan kleur ik ze van de week even in. Maar ik heb in ieder geval alweer wat doodles op papier staan. Dat vond ik ook wel fijn. Nou, na het relaxen ga ik douchen. Dan ga ik eten. En dan ga ik vanavond... kinderen kopen een huis kijken. Neem ik even Zeeman confronteert Stalkers op. En dan ga ik daarna even lekker Steenrijkstraat Arm kijken. Ik moet dus verder met de foto's die ik nog niet heb gemaakt. Dus dat moet ik straks nog wel even doen. Maar goed, het is nu toch lang licht. Dan probeer ik alvast wat met het artikel te gaan doen. Want het is best wel veel werk. Dus dat kan dan alvast mooi. Dus dat ga ik daarna weer de Bold Type kijken. En dan ga ik weer verder met die Netflix serie. Waar ik wederom de naam weer van... kwijt ben. Serie Netflix? Nee, Videoland. Videoland. Oh, ik kan natuurlijk even in die app kijken, want dat vergeet ik steeds. Die Follow the Soa ga ik dan nog maar even verder kijken. Dus dat is verder de planning. En morgen weer gewoon boodschappen doen. Maar goed. Ik ga nu relaxen en even nog snel wat drinken. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 10 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ben wakker gemaakt met niet zulk heel erg leuk nieuws. Natalie die belde mij op. Ze heeft mij al heel vroeg geprobeerd te bellen. Ik heb de telefoon niet gehoord. Uiteindelijk is geloof ik mijn horloge afgegaan omdat ik wederom werd gebeld. Dus ik hoorde een geluidje. Ik denk, hé, wat is dat? Ze keek om mijn telefoon te bellen, Natalie. En die zegt, heb jij je mama gesproken? Dus ik zei, nee. Ik zeg, hoezo? Mauze zegt, je moet niet schrikken, maar mama is gevallen en die heeft waarschijnlijk haar knie gebroken. Mijn moeder heeft twee banen, die heeft een baan bij de thuiszorg. In de ochtend, in de middag brengt ze de post rond en ze is dus nu vanochtend gevallen, terwijl ze aan het werk was bij de thuiszorg. Ze kon niet meer op haar knie staan. Ze heeft een paar jaar geleden ook haar knie gebroken. En dit keer was het haar andere knie en het deed zoveel pijn, het werd heel dik en ze kon er niet meer op staan. Dus de huisarts is toen geweest en die zei, we gaan toch foto's nemen. Maar omdat ze er niet op kon staan, moest ze dus naar het ziekenhuis toe. Als zij erop had kunnen staan, had ze het in haar eigen woonplaats kunnen doen, maar dat lukte niet. Dus ze moest naar het ziekenhuis. Dus ze is opgehaald met de ambulance. En Natalie die zei van, joh, vind je het fijn als ik kom? Nou, dat vond mijn moeder wel heel fijn. Dus Natalie is... ja, die is die kant op gegaan en die was toen ook al bij mijn vader. Want ze had ook iemand nodig die even op Lente kon letten, mocht zij naar het ziekenhuis moeten. Ja, ze zegt ook, ik had wel bij jou langs kunnen gaan, maar je was waarschijnlijk toch niet wakker geworden. Ik zeg, nee, klopt. En ik zit ook met mijn coach, want die komt straks. Maar goed, mijn moeder is inmiddels weer thuis. Ze heeft wel haar been gebroken. Er zitten twee scheuren in. Ze weet nog niet of dat ze geopereerd moet worden. Het kan zijn dat het weer zelf aan elkaar groeit. Maar dat weet ze dus niet. Ze moet volgende week weer terugkomen. Dan worden er wederom foto's gemaakt. En dan gaan ze kijken of er dus daadwerkelijk geopereerd gaat worden. Je mag nu ook niet zo lang in het ziekenhuis blijven. Ik denk dat het ook nog met corona te maken heeft. Dus zodra je naar huis kan, word je ook naar huis gestuurd. Ze heeft nu een brace om haar knie. Natalie is daar. Ze gingen een bed naar beneden halen, zodat mijn moeder in de kamer kan slapen. Die is Natalie heeft het attribuut opgehaald bij bij Medipoint, heet dat zo? Ja, volgens mij wel. Een looprekje en nog iets, want mijn moeder kan dus niet op krukken lopen nu. Ze mag er wel iets op staan, maar ze vindt het heel erg eng en het doet heel veel pijn. Ze heeft ook sterkere pijnstillers gekregen, maar dat was wel even behoorlijk schrikken. Dus
Ja, ik heb daarna nog wel even verder geslapen, maar het was wel eventjes, je wordt wel eventjes daarmee wakker en hij komt wel even binnen. Ik had ook, naast jou, ik heb nu echt heel veel adrenaline en ik voelde die adrenaline ook, terwijl ik daar niet eens was. En dan denk ik wel van, goh, het is ook wel super vervelend dat je dan zo ver van elkaar weg woont, hoor, weet je. Anders dan, ja, dan had je, als je nou gewoon dichterbij woont, dan had je ook makkelijker kunnen helpen met ondersteunen, met dingen in huis, weet je, een keer poetsen of eten koken. Maar ja, dat is voor mij allemaal niet weggelegd en daar baal ik dan wel van. Ja, weet je, het komt dan weer op Nathalie haar schouders terecht. En het is echt niet dat ik niet wil helpen, maar het is gewoon echt dat het niet kan. En daar voel ik me dan best wel een beetje schuldig over. Maar goed, ik blijf in contact met ze, dus we gaan eventjes afwachten. Ik heb gisteravond kinderen kopen een huis gekeken. En daarna heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Mooie uitzendingen. Toen ben ik mijn artikel begonnen, daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Ik heb ook nog gegamed, ik heb de vlog ingepland, ik heb alles wel afgekregen. Toen ben ik de Bold Type gaan kijken en toen ben ik die serie op Netflix, op Videoland, weer gaan kijken. Ik moet weer even de naam opzoeken. Ik ben het weer kwijt, hoor. Ja. Even kijken hoor, of ik hem zo zie staan. Follow the Sower heb ik dus weer gekeken. Er zit af en toe best wel humor in, dus ik moest er wel weer om lachen een paar keer. Ik ga het nu eventjes gouden stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik even de boodschappentas pakken en een paar slippertjes aantrekken. Want ik heb toch maar een jurkje aangetrokken, want het is gewoon te warm. Terwijl ik eigenlijk liever niet met blote benen naar buiten ga, maar het is gewoon te warm. Ik verwacht 2 AliExpress pakketjes, die zouden als goed is vandaag bezorgd worden. Vertel ik wel even wat meer over als ik ze binnen heb. Dus ik ga nu eerst even gauw wat doen. En dan zie ik jullie wel weer als ik terug ben van boodschappen doen. Want mijn coach is hier om 3 uur. Dus dat is voor nu even de planning. En dan zijn jullie weer even op de hoogte. Mijn pakketje van AliExpress is binnen. Ik wilde heel graag een beschermhoesje voor mijn Nintendo Switch. En ik had het dan met Nathalie erover gehad. En die zei, nou, dat is niet heel handig. Want dat gaat je heel erg irriteren als je er een siliconenhoes omheen doet. Maar toen zei ze, een skin kan wel. Toen zijn we gaan zoeken. Zij wilde dat ook heel graag. En toen kwamen we toch uit bij AliExpress. Alleen vanaf 1 juli moet je extra kosten betalen over je AliExpress pakketjes. Dus ja, daar waren we allebei. Dus ik zei, nou, weet je wat we dan moeten doen? Dan moeten we er eentje vinden die met 10 dagen er is. En dat is gelukt, dus die heb ik nu binnen. Dus ik zal even het pakketje openknippen. Dan kunnen we even kijken hoe het hoesje eruit ziet. Ik kan het hier gelijk even omheen doen. Nou, dit is het hoesje. Ik heb met leuke bloemetjes gekozen. Hij is wel een beetje vernacheld. En er zitten dus deze bij voor je controllers. En er zitten ook nog 2 van deze dopjes bij. Dus ik ga de switch er even bij pakken en zullen we hem er even omheen doen. Zo ziet het er dan uit met een hoesje eromheen. Kijk, je hebt hem zo. Je hebt hier gewoon voor de oplader nog alles open. Dus ja, ik vind hem echt super leuk. Dus heel erg fijn aankoopje. En deze kreeg ik er dan ook bij. Deze doppies. Deze zit niet helemaal goed volgens mij. Als ik het zo bekijk. Nee, die moet ik nog even goed omdoen. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Want ja, ik heb de boodschappen weer binnen. Net even contact gehad met mijn moeder. Ja, die heeft nog steeds heel veel pijn. Dus die ga ik vanavond nog eventjes bellen. Dat was nu ook allemaal een beetje hectisch. Dus ik zal jullie even neerzetten. Dan kan ik de boodschappen laten zien. Iets wat ik niet kan laten zien is de cola. Want die is te groot om op te tillen. Maar die ligt dus hier. Dus ik zet jullie wel eventjes hier neer. Dan zal ik even de spullen pakken. Ik zal even wat naar achter gaan. Ik heb hier weer wc-papier, boontjes, visstikjes voor strakjes. Ik ben met dat warme weer altijd zo in de war met wat ik wil eten. Dan heb ik hier een zakje patat. Ik heb hier de vochtige toiletpapier.
opa's. Oh, oma's grillfrieten, die zijn heel lekker ook. Aardappelschijfjes. En ik heb een zakje met snijboontjes. Ga ik even de andere tas pakken. Ik ben ook nog even bij de Aldi geweest. Daar heb ik ook dit shirt meegenomen. Van Trashcoat. Dit shirtje is gemaakt van 6 gerecyclede flessen. En er staat Because We Care op. Dus die. Dan heb ik, omdat Oranje gaat spelen, oranje M&M's gekocht. Van Peanuts. Die vind ik altijd heel lekker. Ik heb een treetje met 4 blikjes Energy. De Golden Power. Die was maar 1 euro. Ik heb eventjes glasreiniger. Die heb nu in een nieuwe verpakking meegenomen. Ik heb nog dit River Fruit drankje meegenomen. Die leek me heel lekker. Ik heb hier kattenvoer. Dan heb ik mijn oranje outfitje compleet van de Lidl. En ik heb hier allereerst een kortbroekje. Het shirt. En ook de lange broek. Alles in maatje S. Dat was er nu eindelijk weer. Dus ik kan zondag voor de buis zitten in tenue. Voor zondag heb ik lekker chicken wings meegenomen. Dan heb ik shootjes meegenomen bij de Lidl. Een bakje met gehakt. En de slavinkjes. En ik ben ook nog even bij het fruitvat geweest. Daar heb ik gehaald de shampoo, de Oil & Care. Dat was 2,5 prijs. Dus ik heb er dan 2 meegenomen. Daar kreeg ik nog zo'n gratis ketting bij. Van wij zijn oranje. Nou die. Ik heb even een potje met vitaminepillen die van mij waren bijna op. En welke ik heb gekocht, dat is deze mascara, de Less Sensational. Want die was nu 9 euro. Die wilde ik al heel lang proberen. Dus toen was ik heel erg benieuwd naar. Dus die heb ik ook meegenomen. En ja, ik ben ook nog even bij het geweest bij de Zeeman. En daar kan ik nog niet alles van laten zien. Dat komt in de volgende week vlog. Daar heb ik nog wat paperpapiers meegenomen. Daar heb ik allereerst deze meegenomen. Deze. En deze. Die waren een eurotje per stuk. Deze. En ook nog deze. Dus hele leuke paperpapieren. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. Dan, want dat heb ik nu wel nodig. Ga ik daarna lekker op de bank. Dan ga ik straks even eten maken. Dan ga ik Goede Tijden kijken en Petit Chateau. Dan ga ik daarna even de BN'ers in het ziekenhuis terug kijken. Ik ga nog even op de Switch ook. Ik ben zo blij met dat hoesje. Dat is echt fantastisch. Dus dat. En dan ga ik vanavond verder met de Bold Type en weer Zonnestad. Dus dat wordt wel spannend. En ik ga nog even mijn foto's bewerken. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 11 juni. Ik ben klaargemaakt en het is niet zo zonnig buiten. Dat vind ik wel heel lekker. Want nu is de boel hier aan het doorwaaien. Want ik heb weer het raam openstaan en de deur. En ik moet zometeen poetsen, dus ik verwachtte al wel dat het wat warmer zou worden. Maar volgens mij is het evengoed wel 25 graden wat ik zag. 24 graden. Maar goed, het is dus wel overwegend bewolkt. Dat vind ik toch wel heel lekker, dit soort dagen ertussendoor. Gewoon even lekker een beetje wind. Ja, ik hou er wel van. Ik heb nieuwe schoenen binnengekregen. Die ga ik jullie zo even laten zien. Ik zal jullie zo even vertellen wat ik besteld heb. En ja, dan ga ik dus straks de slaapkamer doen. Ik ga eventjes de boodschappen naar boven brengen. Pak ik eventjes schoon dekbed overtrek en een hoeslaken. En ik moet even de was aanzetten. Dus dat is voor nu even de planning. Gisteravond heb ik lekker Goede Tijden gekeken en daarna Petit Chateau. Ik dacht echt weer meiden, wat halen jullie op je hals? Want ze gingen 5 slaapkamertjes doen. Uiteindelijk was het wel heel mooi geworden hoor.
Daarna heb ik de BN's in het ziekenhuis teruggekeken. Was ook best wel heftig, was de laatste aflevering. En ja, op die afdeling waar Richard werkte, waren toch best wel veel mensen overleden, helaas. Dus dat vond ik best wel heftig. Maar dat is nu ook klaar, dus ja. Eigenlijk was dat het ook wel een beetje. Toen heb ik de... Ik heb ook nog even gegamed trouwens. Ik ben mijn wolf aan het wegpesten. Ik ben hem aan het slaan met mijn net. Hij was al helemaal boos. Ja, ik wil die wolf van mijn eiland hebben. Dus nou ja. Dat hoesje bevalt echt super goed van de Switch. Het is echt heel erg fijn met vasthouden. Alleen de onderkant sloot is niet helemaal goed aan. Nathan zei, ja, dat is wel jammer. Maar ja, dat kan ook door het versturen komen. Dit pakketje van AliExpress kwam overigens gewoon uit Schiedam. Dus geen China of wat dan ook. Maar ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met de muziek. En ik heb ook al eventjes wat extra dingen gedaan voor de video die ik vanavond moet editen. Want ik moest eventjes nog wat dingen inspreken daarvoor. Maar goed, dat gaan jullie morgen allemaal wel zien als die online staat. Als je hem kijkt natuurlijk. Misschien interesseert het je ook niet. Dat kan ook. Daarna ben ik de Bold Type gaan kijken. En toen was het weer tijd voor Zonnestad. Was een hele spannende aflevering. Want ja, dat eindigde ook al best wel spannend de vorige keer. Dus ik was wel blij dat ik daar weer verder kon. Dus dat... ik ga jullie even op het statief zetten. Dan zal ik eventjes de schoenen erbij pakken. Met mijn moeder gaat het overigens redelijk. Ze heeft nog wel veel pijn. Ze had ook niet fantastisch geslapen, omdat je niet echt kunt bewegen. Ja, en het is gewoon een beetje behelpen nu. Want ja, koken wordt hem natuurlijk niet. Want ze heeft niet een hele brede keuken. Dus het kan niet zo heel makkelijk met het looprek naar de keuken. Maar gewoon naar een toilet gaan en zo gaat wel goed. En er zijn gelukkig een heleboel mensen die willen helpen. Nathalie vooral natuurlijk. Ja, zoals ik gisteren al zei, voor mij is het gewoon eigenlijk heel onmogelijk. Waar je je heel erg rot door voelt. Maar ja, het is wat het is. En er zijn allemaal wel mensen in de buurt die haar willen helpen. Dus wat dat betreft is dat wel heel fijn. En we moeten gewoon afwachten wanneer ze weer naar het ziekenhuis terug moet voor de foto's. Ik ga jullie even op het statief zetten en dan zal ik even de schoenen erbij pakken. Ik heb schoenen besteld bij Scapino. Het feit wilde dat ik nog heel graag voor de zomer een paar sandaaltjes erbij wilde hebben. Ik heb wel een paar hele fijne sandaaltjes, maar die zitten toch als het heel warm is nog best wel warm. Omdat ze een beetje gesloten zijn. Dus ik wilde graag een paar sandalen erbij hebben. Ze waren deze week in de aanbieding, dus ik ga ze eventjes uitpakken. Ik ga dit even loshalen. Ze had ze leuk ingepakt, want stel je voor je moet het terugsturen, kun je bijna die zak niet meer gebruiken. Ze zijn van Bluebox, ze zitten in een doos. En dit zijn ze, de sandaaltjes. Ze gaan met een riempje dicht. En ik heb maatje 40, dus ik vind ze wel heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd of ze passen, dus ik ga ze gelijk eventjes passen, zodat we kunnen zien of ze passen en hoe ze staan. De sandaaltjes, ze passen eigenlijk perfect. Ik zal eventjes naar de spiegel lopen in de slaapkamer, dan kun je het misschien net iets beter zien. Kijk, zo zien ze eruit. Ja, ze lopen heel lekker. Hij heeft dus een heel leuk hakje, wat ik zelf wel leuk vind, en ze zijn lekker open. Ja, ik vind ze echt super leuk staan. Ik ben er heel blij mee. Ik ga ze nog wel even insprayen, want het is een soort van nep suède. Kijk, je ziet wel dat het hier bijvoorbeeld iets losser zit. Maar dat komt, ik heb niet hele brede voeten, maar maat 39 ga ik niet passen, want dat steekt meteen 2 meter uit of zo. Maar ik ben er heel blij mee. Ik vind ze echt super leuk en dat voor 20 euro. Ja, ik vind ze fantastisch. Er was mij gevraagd of ik wat meer kon uitleggen over mijn opruimroutines. Dan wil ik dat even uitleggen wat ik dan op mijn kaptafel doe. Want zoals je ziet is dit één hele ontplofte bende. Ik ga zo de slaapkamer doen. Dus dat betekent dat ik alle make-upjes die ik dus morgen niet meer ga gebruiken, ga ik terugleggen op hun plekken. Die gaan of in deze la terug of in deze kast. Producten die ik nog moet reviewen voor mijn blog, die ik heb getest, gaan in dit bakje. En ja, dan maak ik het gewoon helemaal schoon en dan heb ik eigenlijk alles weer terug op zijn plek liggen. En dan is het gelijk weer netjes. Dus zo ruim ik eigenlijk mijn kaptafel op. Ik zal het bij wat meer dingen gaan uitleggen als ik ga
opruimen, want ja, ik heb te horen gekregen dat daar wel behoefte aan was. Dus dat zal ik wat meer meenemen in de vlogs. Dan heb je in ieder geval een idee hoe ik dus mijn kaptafel ga opruimen. En dan is het gewoon een kwestie van schoonmaken. Dus alle kwasten gaan er even uit. Ga ik even de spiegel schoonmaken en de kaptafel zelf. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen en dan ga ik beginnen aan de slaapkamer. Ik ben weer klaar. Het kaartje van de camera was vol, dus ik heb niet meer het bed kunnen affilmen. Maar goed, ik heb weer een schoon bed en dat is natuurlijk heel fijn. Gewoon lekkere schone slaapkamer, dus dat is weer heerlijk. Wat veel stof, maar dat komt omdat ik nu de ventilatie natuurlijk alweer aan heb 's nachts. Dat stoft ook wel, dus dat is wel wat minder. Maar goed, zoals je ziet, zit mijn haar ook weer fantastisch. Het wil niet echt zitten. Ik ga vanavond deze chocopets uitproberen van Milka. Dus ik ben heel benieuwd wat ik al zin in. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en eten maken. Ja, vanavond ga ik even, ik neem je mee afkijken. En Tijmans... Zo, die was moeilijk. Zeeman confronteert stalkers. Ik was het vergeten op te nemen, dus ik ga het even terugkijken. Echt zo dom dat ik het vergeten was. Maar verder is er niet zoveel, want ja, alles wat nu een beetje wegshownieuws is nu om 21:50 al. Er komt ook geen first and last meer, dat vind ik wel jammer. Maar vandaar dat ze het waarschijnlijk vorige week op zaterdag hebben gedaan. Dus ja, dat ga ik dan sowieso even terugkijken. Ik moet de video gaan editen. En mijn artikel nog schrijven. Dus wat dat betreft heb ik die klussen. Kan ik vanavond lekker doen. Uiteraard ga ik nog even gamen. Nathalie heeft ook haar hoes voor haar Switch binnen. Die heeft een iets andere. Die heeft een wat hardere case. En ik heb meer een zachtere case. Maar die was ook heel leuk. Dus ik ben benieuwd hoe die haar gaat bevallen. Verder ga ik vanavond ook de Bold Type kijken. En dan nog weer Zonnestad. Ik heb trouwens wel gisteren de nagellak eraf gehad. Want het was best wel beschadigd. Dus ik had er geen zin meer in. Dus ik dacht, nou, ik vind het wel gezegend. Er gaat van het weekend toch weer een ander kleurtje overheen. Dus ik vond het wel even prima.
Ik ga nu in ieder geval eerst even mijn vochtgehalte bijvullen, want ik ben heel erg dorstig. Ga ik even lekker relaxen, want ik ben het nu best wel zat. Dus ja, ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Oh ja, ik heb trouwens wel een wat... Ik heb wel mijn dekbed nog op mijn bed, want ik kan niet slapen zonder dekens. Maar ik heb er een wat lichter overtrek overheen gedaan, die als het goed is wat minder warm zit. En de was die draait nog, die kan straks nog in de droger. Dus dat moet ik ook nog even doen. Nou, ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen echt nu tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 12 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is heerlijk wat koeler buiten. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Oh, 20 graden staat hier toch nog op. Maar het is in ieder geval koeler als de afgelopen dagen. Ik heb het idee dat het op de fiets nogal fris is. Want ik zie toch wel mensen die op de fiets aan het fietsen zijn die een jas dragen. Nou, ik vind het heerlijk, want ik heb de ramen openstaan in de slaapkamer en hier al in de woonkamer. Buitendeur staat open, dus lekker waaien maar. Maar ik lag gisteravond in bed en ik bedacht me ineens, hé, ik heb natuurlijk nog die extra ventilator. Het feit wil dat ik nu eigenlijk de ventilator van ruimte naar ruimte aan het slepen ben. Dus als ik naar bed ga, gaat hij naar de slaapkamer toe. En als ik dan weer klaar ben om naar de woonkamer te gaan de volgende dag, dan gaat hij weer naar de woonkamer terug. Dus ik ben een beetje aan het slepen. Dus ik dacht, nou, het is gewoon eigenlijk veel beter om de ventilator wel in de woonkamer te laten staan. Dan pak ik die van boven en zet die op de slaapkamer neer. Hij hoeft al 's nachts natuurlijk, doe ik hem niet aan, de ventilator. Dat vind ik toch een beetje eng. Maar dan hoef ik niet steeds te slepen. Dus dat wil ik zo meteen in ieder geval gaan doen. Verder heb ik gisteravond Ik Neem Je Mee afgekeken. En dat vond ik echt heel erg heftig. Winston die had een vrouwtje in de auto. Die was... had borstkanker gehad en toen dachten ze dat ze genezen was en toen is haar man overleden door een hartstilstand. Ze heeft uiteindelijk wel weer een nieuwe relatie gekregen, maar ze had een zoon, die was nu 13. En toen is er dus toch weer opnieuw kanker bij haar geconstateerd en toen bleek dus toch dat de borstkanker eigenlijk helemaal niet weg is geweest. Dat het al zo ver was uitgezaaid. Oh, ik heb een haartje in mijn lipolie zitten. Maar er was zover uitgezaaid dat ze dus eigenlijk nog maar een half jaar te leven had. Nou ja, die afleveringen die zijn dus blijkbaar 2020 al opgenomen. Ja, ze zei ook, zij had dan nog een boek geschreven. Het was haar tweede boek en ze ging dus naar zo'n presentatie toe. Ja, ze hoopte eigenlijk heel erg dat ze nog 21 juni 2021 zou halen. Want dan zou ze 50 zijn geworden, maar ze was december al overleden. Dus dat vond ik wel heel heftig. Dus dan zie je dat het ook best wel heftige gesprekken kunnen zijn in zo'n auto. Daarna heb ik eventjes Zeeman Confronteert Stalkers teruggekeken. Maar ik heb het idee dat dat ook al herhalingen zijn. Ik kende deze niet, maar ik had het idee dat dit niet echt een nieuwe meer was. Heb ik Shownieuws gekeken, want dat komt nu vrij vroeg. Dat komt nu voor Hart van Nederland, omdat je nu natuurlijk om 11 uur zijn ze er met iets van oranje. Vanwege het EK. Toen ben ik mijn video in elkaar gezet en heb ik mijn artikel geschreven. En heb ik de Bold Type gekeken en daarna Zonnestad. En dat was wel heel grappig, want er zaten Nederlanders in. Onder andere Joep Sertons, die je kunt kennen als je GTST-kijker bent, omdat hij Anton Bauhaus speelt. Dat vond ik wel heel grappig dat hij daarin meedeed. Dus dat was op zich wel een hele mooie uitzending. Ik heb mijn boek uitgelezen en nu is het weer wachten op het volgende deel dat uit die reeks komt. Dus ja, dat was het. Ik ga nu zo eerst eventjes die ventilator pakken en dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik de was even opvouwen, want ik heb best wel veel was. Die moet even opgevouwen worden en ik wil eventjes de oranje outfit in de handwas doen. Want die wil ik morgen aan als Nederland speelt. En ik ga even bullet journalen, maar ik zet jullie er dan wel even bij als ik de was ga opvouwen. Verder is het ook niet heel spannend, maar nou ja, goed, die was die moet ook echt in de kast, want het ligt gewoon in de weg. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus even naar boven en dan maar eventjes aan de gang hier. Thank you.
was nog gevraagd of ik even de mondkapjes van de Action kon laten zien die ik in mijn laatste shoplog heb laten zien. Nou, die zien er dus zo uit. Je moet ze zelf een beetje buigen. Ik zal even kijken hoe het staat, maar zo zien ze er dus uit. Je kunt ze wassen op 60 graden, maar ik zal er even eentje voor doen, zodat je kan zien hoe dat er dan uitziet. Kijk, zo ziet hij eruit. Je moet hem zelf een beetje bijbuigen, maar je kunt hem best wel ver zo onder je kin doen. Dus op zich is het best wel goed. Maar ja, het is wel anders als de voorgevormde mondkapjes. Maar op zich gaat het prima. Ik heb hem wel dubbel om mijn oor gedaan, anders zit hij meters te groot. Maar dan weet je in ieder geval hoe die staat. Maar ik ga hem nu heel rap afdoen. Want het zit wel gloeiend heet. Maar je kunt ze dus zelf een beetje... Kijk, nu heb ik hem een beetje bijgebogen en heeft hij eigenlijk al een beetje vorm, zeg maar, van mijn gezicht. Dus... Nou, die kunnen weer in het mandje bij de mondkapjes. Katjes hebben weer gegeten. Ik heb de ventilator nu op de slaapkamer staan, de andere. Die draait nu niet, maar die staat dus nu hier zo. Dus dan hoef ik niet meer steeds te slepen, dat is ideaal. Volgens mij app Nathalie mij, want als meestal op die app, dan krijg ik heel veel appjes achter elkaar. Oh nee. Oh nee, het is mijn vader. Ik heb lekker even gebulletjournald. Ik heb even vooral wat doodles ingekleurd, want ik had er al wel een paar getekend. En ik heb eventjes het boek bijgewerkt van mijn blog en YouTube kanaal. En nog even wat afgeschreven. Alleen het raam waaide dicht en toen kwam het rolgordijn naar beneden gezakt. Dus de wind ging ineens heel hard waaien, waardoor dat raam dus dichtklapte. Dus ik ga hem zo in de slaapkamer ook maar even dicht doen, want het waait nu gewoon te hard. Maar ja, ik vind het wel lekker zelf. Mijn fluoranje outfit die hangt hier. Die hangt even te drogen. Die doe ik niet in de droger. Want ja, ik ga de droger niet voor 3 kledingstukken aandoen natuurlijk. Maar de was ligt in ieder geval ook weer in de kast. Dat is ook wel fijn. Dus dan heb ik in ieder geval weer een lege wasmand. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ga vanavond mijn teennagels lakken. Ja, ik denk dat ik eventjes... Ik heb de allereerste aflevering van First and Last gemist. First or Last. Dus ik denk dat ik die eventjes wil gaan terugkijken. Want verder is er niet zo heel veel. Je hebt wel Beat the Champions, maar niet meer met Vips. En dat vond ik juist zo leuk. Dus ik denk dat ik gewoon even wat dingen ga terugkijken. En verder wil ik toch eventjes de vlog alvast voor het grootste gedeelte gaan editen. En ik ga ook de bullet type kijken en gewoon... Weer zonnestad, maar straks eerst maar eventjes als ik relaxed heb lekker douchen, want daar ben ik wel ook wel weer lekker aan toe. Dus dat wordt verder de planning. Ik ga vanavond sowieso gamen, dus even lekker op de Switch. Dus dat eigenlijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 13 juni. En ik zit even lekker op de bank. Ik heb net even lekker spelletje gespeeld. Mijn haar zit een beetje raar, want ik wou een knotje op mijn hoofd. Maar ja, het zit nooit helemaal strak, zeg maar. Dus nou ja, goed, wat maakt het uit? Ik ben toch thuis. Nou, ik ben altijd thuis, maar ik hoef verder niks. Dus ja, het is wel prima zo. Daar heb ik gisteren eigenlijk helemaal niet met jullie over gehad. Maar ik was vrijdag een beetje geschrokken. Er kwam het nieuws naar buiten dat de schrijfster van de 7 zussen was overleden. Lucinda Riley heette zij. Ze was echt nog super jong. Volgens mij was ze 50 of in de 50. Ik weet het niet precies. Maar zij was dus blijkbaar ziek. En dat hebben ze binnen de familie gehouden. Zij was dus blijkbaar al 4 jaar ziek. En ze was er nu toch aan overleden. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen als best wel een klap is gekomen. Want ik weet dat heel veel mensen echt groot fan zijn van haar boeken. Ik heb zelf die reeks nooit gelezen. Ik wist wel dat het heel onverwachts was dat er afgelopen jaar nog een 7e deel uitkwam. En er zou zelfs nog een 8e deel uitkomen, maar die stond pas voor 2022 gepland. Ik had wel even zoiets van, jeetje. Ik weet dat het hele populaire boeken zijn. Want als ik wel eens bij de boekwinkel was en dan keek ik bij die top 10 zeg maar, van boeken. Ik was altijd wel benieuwd van wat staat er dan in. Stonden haar boeken er eigenlijk altijd wel tussen. Dus ja, dat was best wel eventjes dat ik dacht van jeetje, heftig. Toen gisteren natuurlijk op het EK, Denemarken. Ik heb het zelf niet gezien, want ik kijk alleen Nederland. Maar ik kreeg op een gegeven moment van nu,
de app kreeg ik een melding dat Eriksen werd gereanimeerd of gereanimeerd moest worden omdat hij op het veld was komen te liggen en niet meer bewoog. Dat vond ik best wel heftig, want ik ken hem eigenlijk nog uit zijn tijd van Ajax. Hij heeft 5 jaar voor Ajax gespeeld, dus daar kende ik hem nog wel van. De beelden vond ik ook best wel heftig, want hij werd op een gegeven moment het veld afgedragen. Ze hadden allemaal doeken voor hem heen gedaan, want ik dacht van jongens, is dit wel goed? Nou is het natuurlijk nooit goed als je gereanimeerd moet worden, maar ik dacht wel eventjes van jeetje. Gelukkig kwam later al het bericht dat hij gewoon weer bij kennis was en de wedstrijd is ook uitgespeeld op zijn aanraden schijnt. Dus hij schijnt gezegd te hebben van jullie moeten die wedstrijd gewoon uitspelen, maar ik vond het wel eventjes heel heftig. Ik heb gisteravond even First or Last teruggekeken. De eerste aflevering, die had ik nooit gezien. En omdat het nu ook afgelopen is, vond ik het wel leuk om die ook nog eventjes te kijken. Ik heb ook even. Heb ik verder nog iets teruggekeken? Nee, eigenlijk niet. Want toen ben ik shownieuws gaan kijken. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Heb ik nog wat aan mijn muziek gedaan. En toen ben ik weer gaan kijken naar de Bold Type. En daarna naar Zonnestad. Ik heb het idee dat dit laatste seizoen ook echt extra heftig is. Dus ja, was wel weer een mooie uitzending. Ik ga nu zometeen eventjes de kattenbakken scheppen en stofzuigen. En even mijn medicijnen een beetje opruimen. Want ik heb op het dressoir wat lege doosjes uitgestald. En ik ga dus de lege doosjes ga ik plat maken. Eventjes mijn naam en zo doorstrepen. Dan kunnen ze bij het oude papier. Is dat weer een beetje opgeruimd en dan kan ik even een nieuw zakje pakken. Want ik heb nu echt, ik bewaar mijn medicijnen altijd in een zakje. Dit is het zakje. Nou, die heb ik al echt super lang. Je kunt het zien, maar de onderkant is nu ook gescheurd. Dus er moet eventjes een nieuw zakje omheen. Ik heb nog gewoon van die oude zakjes. Maar ik heb best wel een grappig jurkje aan. Kijk, ik zal het eventjes in de gang laten zien. Ik heb deze ooit eens een keer gekregen voor een EK of een WK. Volgens mij zat die toen bij bier. Ik was toen met iemand samen die vond een biertje wel lekker. Toen kreeg je het jurkje gratis bij. En hij zat toentertijd best wel strak. En nu zit hij eigenlijk perfect. Dus ik dacht, nou, leuk voor het EK. Je kunt hem dus ook zo dragen. Want kijk, de onderkant is oranje. Dus je kunt hem ook andersom dragen. Maar nu zie je gewoon leuk dat splitje aan de zijkant hier, dat oranje. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. Ik ga eventjes een handwasje aanzetten met de kleding van de Primark. Dan is dat ook allemaal weg. Ik ga de groenten even afhalen. Dan ga ik eventjes gehaktballetjes maken en even de foto's doen. Dus dat is ook de planning. Niet heel veel bijzonders. Ik zet jullie nergens bij. Maar goed, dat is wat ik dus wil gaan doen. Dus ik ga dat even doen en laat je straks uiteraard zien waar ik foto's van ga maken. Zo, ik heb even fotodingetjes gepakt. Ik heb hier een shimerspray van MUA. En ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vind het nu wel leuk. Nu het zomer is, kun je wat makkelijker ja, dit soort spreekjes gebruiken. Heel leuk. Dan heb ik weer deze, de Tinted Beauty Cream. En dit is nu de 10 Light. Ik heb laatst 20 medium getest, maar die was te donker voor mij. Dus ik ben wel benieuwd of die light dan wel waar mijn huidskleur past. Dan heb ik hier de Matte Pro Ink Liquid Lipsticks van Catrice. Ik heb er 6. Ik heb hier allereerst 100 Courage Colds. 80, dit is Attitudes. 070 I am unique. 60 I choose passion. En 080 dream big. En de laatste die ik dan heb, dat is 090. Dit is mijn statement. Dus hier ga ik eventjes nu foto's van maken. Dan ja, ga ik dat lekker even doen. Het is eigenlijk heel vervelend. En op de achtergrond hoor je de handwas die nog aan het centrifugeren is. Ik heb de witte was, doe ik even apart. Want de laatste keer dat ik dat deed bij elkaar, toen heb ik iets kleurverschil gekregen. Dus dat durfde ik niet aan. Dus die gaat er daarna nog even in. Maar nu eerst even lekker foto's maken. Zo, weer blije katjes, want die hebben net lekker eten gehad. Mijn haar is helemaal uitgezakt. Zoals je kan zien zijn knotjes en ik niet heel een goede combinatie. Nou, het kan wel hoor. Dan moet ik gewoon echt zo'n donut er eigenlijk omheen draaien. Dan krijg je een hele mooie strakke knot. Maar eigenlijk zakt het wel gewoon uit, zeg maar, als ik een gewoon stiekje erin doe. Maar goed, het idee was leuk, maar de uitwerking dan wat minder. Ik heb lekker de foto's klaar, de groente is afgehaald, de gehaktballen zijn gedraaid. Dus ik heb nog even de keuken een beetje opgeruimd. Wat dingen die in de prullenbak konden heb ik weggegooid. Ik heb het oud papier eventjes verzameld, het kan er morgen de kliko in. Dus eigenlijk al met al best wel lekker bezig geweest. Ik kan er altijd wel van genieten, een beetje die dingetjes doen op de zondag, ik vind dat wel lekker.
Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ga ik daarna eten klaarmaken. Ik heb patatjes met chicken wings. Daar heb ik wel zin in. En dan ga ik in mijn oranje outfit. Want dan zit ik natuurlijk klaar voor Nederland. Ik denk dat ik daarvoor nog even iets ga terugkijken hoor. Want ja, er is nu niet zoveel. Ik vind het wel leuk om toch even wat nog te kijken. Met een lekker kopje koffie erbij. Dus ja, dat is wel, wel lekker. Nou, dan ga ik Nederland kijken. En vanavond moet ik verder eigenlijk ook de foto's weer bewerken voor het artikel van morgen. Ik wil eigenlijk nog een persbericht klaarzetten voor dinsdag. En misschien nog wat aan de muziek doen. Maar ik moet even kijken hoe ver ik gekomen. Ik hoor net dat de laatste handwas klaar is. Dus die kan ik zo nog eventjes ophangen. Die doe ik trouwens niet in de droger, want dat droogt zo. Dat vind ik een beetje zonde om daar de droger voor aan te doen. En dan ga ik vanavond weer de Bold Type kijken en verder met Follow the SOA. Dus dat wordt verder de avond. Maar ik ben wel heel benieuwd naar Nederland. Mickey! Mickey! Ik moet zo even die laag goed dicht doen, want Mickey die zit bij die laag. En ik ga mijn nagels even mooi maken, want die zien er niet uit. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga jullie dan verder over gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even de kliko naar buiten gebracht. Want naar buiten gebracht, die staat buiten, maar aan de weg gezet. Want die wordt morgen geleegd. Die zat aardig vol. Ik vond het wel leuk. Ik keek zo een beetje de straat in en ik zag al die oranje vlaggetjes. Ik werd er wel blij van of zo. Ik heb gisteren ook uiteraard naar Nederlands elftal gekeken. Ik zat in mijn oranje outfit voor de buis. Ik heb er wel echt van genoten. Ik vond het echt een spannende wedstrijd. Nederland was in het begin echt super sterk, vooral die eerste minuten. Ja, toen was het op een gegeven moment natuurlijk 2-0 en toen dacht ik, oh yes. Maar ja, toen kwam Oekraïne, die scoorde er ook 2, toen was het 2-2. Toen dacht ik, nou, dit is het einde. Maar toen kwam Nederland toch nog even met een doelpuntje erbij, toen was het 3-2. En daar eindigde het gelukkig mee. Dus we hebben gewonnen. En ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ook de sfeer gewoon om in de arena weer te zien en zo. Ja, ik vond het echt wel superleuk. Er is best wel veel commentaar op Nederland en vooral ook op de trainer. Ja, ik heb Frank de Boer eigenlijk altijd een goede trainer gevonden. Ik ken hem natuurlijk nog uit de tijd ook bij Ajax. En daar heeft hij eigenlijk goede prestaties neergezet. En ik denk ook dat het voor een team weer is om aan elkaar te wennen. Want heel veel spelers die spelen tegenwoordig in het buitenland. En ik ben er toch ook wel een beetje van overtuigd dat je in het buitenland wel anders voetbal speelt als in Nederland. Natuurlijk, het spel blijft hetzelfde. Maar als ik naar een Paris Saint-Germain kijk bijvoorbeeld, dan vind ik wel dat het een heel ander voetbal is om naar te kijken als dat ik naar Ajax kijk bijvoorbeeld. Maar goed, ik was heel blij en ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Tuurlijk, ik ben ook heel eerlijk, ik denk niet dat we super ver gaan komen. En dat heeft niet te maken met dat ik Nederland slecht vind, maar ik denk gewoon dat er betere ploegen in zitten. Maar goed, we gaan het weer zien. Donderdag moeten ze weer, dus dan gaan we dat zien. Ik heb mijn nagels gedaan, die zijn zwart. En ik heb dit lakje gebruikt van het kruidvat. Dat is deze, de voorkant zie je niet, want de tekst op het flesje is zwart en de nagellak ook. Maar het is de kleur 240 Black Hero. Dus ja, heel leuk, ik had er wel zin in. Ik ga zo even mijn voeten raspen, want ik heb die eeltsokken gebruikt. Ik heb heel veel losse velletjes, die ga ik even wegveilen. Dan ga ik even stofzuigen, dan ga ik een video opnemen en daarna even bullet journalen. Verder heb ik gisteravond mijn foto's bewerkt. De muziek is zo goed als af. En heb ik de Bold Type gekeken en daarna Follow SOA. En dat gaat trouwens, het is eigenlijk een beetje meer een jongere serie. Het gaat over een meisje die wilde ontmaagd worden en dat heeft ze gedaan. En daar heeft ze een SOA door opgelopen. En nu gaat zij dus op jacht hoe die SOA zich door die school verspreidt. Want zij krijgt in eerste instantie de schuld. Maar ja, zij zegt ik heb het nog nooit gedaan. Ik had het nog nooit gedaan, dus voor mij kan het niet komen. En zij gaat een nieuw onderzoek doen wie dan die SOA heeft verspreid. Het is op zich wel vermakelijk om na te kijken, weet je. Dat is gewoon een Nederlandse serie. Gewoon, ja, ik vind het op zich wel grappig. Mijn boek is uit, dus ik ga vanavond weer een nieuw boek beginnen. En ja, dat was het ook. Ik heb alleen niet fantastisch geslapen, want ik had wel weer heel erg last van nachtmerries. Maar goed, dat was eventjes minder. Ik heb weer gesport, dus ik ben verder weer klaar. Ik ga nu even die voeten veilen. Dan ga ik stofzuiger doorheen trekken en dan ga ik eerst even filmen, want het is bloedheet. Dus
Ja, hoe eerder ik ook klaar ben, hoe fijner het ook is. Want hoeveel graden is het hier? Het is hier binnen 25 graden. En hoeveel graden is het buiten? Wel even fijn om te weten. 27. En donderdag staat hij op 32 graden. Nou, ik hou mijn hart vast. Ik zie er een beetje tegenop. Maar goed, ik ga nu eventjes de dingen doen. En dan zet ik je er straks bij het bullet journalen weer even bij. Zo, ik heb inmiddels al stof gezogen en mijn voeten een beetje vel vrijgemaakt. De video staat er nu op, dus dan ga ik eerst even wat drinken, want ik heb een beetje last van mijn keel. En dan ga ik daarna eventjes lekker bullet journalen. Dus dat ga ik nu eerst even doen en dan zet ik jullie er zo eventjes bij. Dus ja, maar eerst even mijn stem smeren, want die heeft wel een beetje last nu. Katjes hebben hun zachte voel weer op. Ik heb net even de plantjes water gegeven. Want ja, die moet je natuurlijk goed nat houden met het weer. Want ze drogen hartstikke uit. Dus die hebben lekker alweer water. En ja, ik heb wel even lekker bullet journaled. Maar ja, een beetje inspiratieloos. Ik wil soms te veel doen. En dan zit mijn hoofd een beetje vol. Maar op zich was het wel even lekker. Alleen een beetje, ja, een beetje last van mijn rug. Maar goed, dan gaat er vanzelf wel weer uit. Ik heb ook gewoon niet fantastisch geslapen doordat ik weer nachtmerries had. Ja, dan word je al nog bezweten wakker. En het is natuurlijk al zo warm. Dus, nou ja, goed. Het is wat het is. Hè. Dat is zo gek in Nederland. Hè. De ene, voor 2 weken terug, 3 weken terug, liep je nog in je dikke trui met je winterjas buiten. En nu moet je er niet aan denken, omdat de mussen bijna dood van het badak afvallen zo warm. Weet je, ik heb zelfs weer een graadje of 22, vind ik warm zat in de zomer. Maar ja, er zijn echt wel mensen die echt van deze temperaturen kunnen genieten. Maar ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Ik ben gewoon echt meer een herfst-wintermens. Maar goed, zo zie je maar. Dat is voor iedereen weer verschillend. Ik las wel dat er al vanaf 26 juni alweer versoepelingen zouden gaan komen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat dan weer inhoudt. Ik weet ook niet wanneer we dat gaan horen. Ik heb niet gehoord wanneer er weer een persconferentie zou zijn. Maar we gaan het zien. Dat is dan vanaf volgende week zaterdag. Ja, het is zaterdag 19 juni. Dan die week erop zouden er weer versoepelingen komen. Dus we gaan het wel afwachten. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en koken. En dan ga ik vanavond helpt mijn man eens klussen kijken naar goede tijden. En daarna shownieuws. Ga ik mijn artikel schrijven, ga ik even dat persbericht inplannen. Misschien nog even de muziek afmaken. En zo is het verder met de boltype en weer follow the SOA. Dus dat wordt verder mijn avond bij de ventilator in ieder geval. Dus verder niet heel spectaculair. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen, want het is gewoon warm. En ik wil gewoon ook eigenlijk niet zo heel veel doen. Maar goed, ik doe dus al wat klusjes en daar houdt het ook wel bij op. Dus ja, ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze
Dinsdag, het is 15 juni. Ik ben klaargemaakt en ik was niet zo heel blij toen ik opkwam. Want de katten hebben het rolgordijn aan de zijkant open gekregen. En het was hier dus bloedheet. Ik weet niet hoeveel graden het nu is. Ik zal eens eventjes kijken. We willen het toch wel even weten. Het is 22 graden. Oh, dat is nog te doen. Oké, dan kan ik nog even van dit dagje genieten. Want morgen en donderdag wordt het topwarm. Het is hier binnen nog steeds 25 graden. Ik heb net even mijn sportsessie voor jullie gefilmd. Dus dan zet ik jullie verder ook nergens bij. Dus die beelden plak ik na mijn kletspraatje hier achteraan. Maar ik had even een situatietje gisteren. Ik had snijboontjes gekocht en voor gisteren om te eten. En dat is was al best wel lang geleden dat ik snijboontjes had gekocht. Dus ik dacht, nou lekker, daar heb ik wel zin in. Dus ik had expliciet een zakje gepakt die tot 15 juni goed was. Dus tot vandaag. Het bijzondere is, ik koop altijd zakjes van 200 gram. Want de zakjes van 400 gram, kan ik je gewoon nu al vertellen, daar gaat een deel van in de afvalbak belanden. Want dat krijg ik niet op. Die zakjes van 400 gram kosten 1,45 volgens mij. En een zakje van 200 gram kost 1,79. Dus met minder inhoud kost het meer geld. Ik weet niet wat dat voor reden heeft. Maar goed, eerder verkochten ze ook die kleine zakjes bij de Aldi en bij de Lidl. Maar die zijn ermee opgehouden. Dus ik koop ze eigenlijk standaard bij de Plus. Want dat is de enige winkel hier die dat heeft. Dus nou, ik had ze... Ja, het is warm met tijger. Ik had zo'n zakje gekocht. Ik heb hem gelijk in de koelkast gelegd. En ik ga gisteren mijn eten koken. En ik heb opgeschept. Ik ben klaar om te eten. En ik neem een hap. En het was helemaal zuur. Er zat een hele zure smaak aan. Dus ik dacht, gadverdamme. Ja, en nu, weet je. Ik vond het zonde om weg te gooien. Maar smaken deed het ook niet. Dus ik probeerde de smaak steeds een beetje te verwisselen. Door ook een hap van mijn rostirondjes te nemen. Maar... ik zat er echt een beetje tegen aan te hikken. Ik zat het echt naar binnen te werken van, nou ja, ik moet eten, maar lekker is het niet. En dan twijfel ik ook heel erg van, is het wel goed als je dit opeet? Maar ja, vind ik ook dan weer zonde dan om weg te gooien. Ik denk, nou, eet het maar op. Maar ja, toen had ik dus mijn eten op en ik heb gisteravond op een gegeven moment mijn bakje koffie op. En ik word misselijk. Ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik zei het ook in die groepsapp. Ik zeg, joh, zou het van die boontjes komen? Nou, zei mijn moeder, moet je even wat prik drinken. Dus ik had inderdaad even een glaasje cola naar binnen gewerkt. Dat was op zich wel lekker. Ik zie ook dat mijn batterij begint te knipperen. Hij is fijn. Toen ging het op zich wel weer. Maar zo zie je maar, een datum zegt niet altijd alles. Dus daar baalde ik wel van. Verder heb ik Help Mijn Man Eens Klussen gekeken. Dat was leuk. En shownieuws. En daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken en heb ik een persbericht ingepland. En toen heb ik de Bold Type gekeken en Follow the SOA. En ik heb ook nog gegamed, dus dat was het. Ik ga nu eventjes de kattenbakken doen, de douche doen en de gang doen. En een was erin gooien en dan is dat ook weer klaar. En ja, ik laat je dan even de beelden zien van het sport. En dan ga ik even mijn batterij op de oplader doen, want die is bijna leeg.
Zo, ik ben klaar. Ik heb lekker met koud water schoongemaakt. Dat maakt ook hartstikke goed schoon. En ik zit niet steeds met mijn handen in het warme sop. Dat vond ik wel heel lekker. Ik heb met koud water gedweld en dat ging eigenlijk super goed. Ik heb de kliko weer even opgehaald. Ik heb de kattenbakken heerlijk verschoond. Dus die stinkgeur is er ook uit. Dat is allemaal lekker gedaan. Ik heb zelfs mijn keuken nog even schoongemaakt. Want ik had nu natuurlijk niet de grote schoonmaak. Dus ik had de douche klaar. Toen was het geloof ik 4:15. Ik dacht, ja, om nou nog een half uur niks te gaan zitten doen, dat kan ik dan niet. Ik denk, nou weet je wat, ik ga de douche de keuken even aanpakken. Dus ik heb even de tegels helemaal schoongemaakt. Achter de apparaten weer even helemaal. Mijn kooktoestelletje aan de kant gehad. Dus ik ben wel weer heel blij voor de keukenkastjes. En even ook het, ik heb zo'n plank hangen waar ik dus mijn wasmiddelen op heb staan. En er staat mijn messerset op. En het kattenvoer, die heb ik even met Dusty ingespoten. Nou, ook helemaal vetvrij. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft best wel lekker bezig geweest. Nu ben ik er ook wel klaar mee hoor. Ik had op een gegeven moment zoiets van, nou nu ben ik het ook wel zat. Maar het is wel minder warm als je met koud water werkt, heb ik gemerkt. Dus ja, misschien een tip als je ook moet schoonmaken met dit warme weer en je ook niet zo zin hebt om in warm sop te zitten. Koud water werkt op zich eigenlijk ook prima. Dus ja, dat. Ik had weer zo'n oproep. Ik weet niet of jullie er ook last van hebben. Dan bellen van die callcenters en hoe ze aan je nummer komen. Joost mag het weten. Ik laat nooit ergens mijn nummer achter. Die bellen je dan op. En dan willen ze je weer overhalen om naar een andere energieleverancier te komen. Of nou ja, allemaal van dat soort dingen. En dat heb ik dus al een tijdje. En ik was er op een gegeven moment zo klaar mee. En op iPhone kun je dus instellen dat die oproepen van onbekende bellers worden stilgehouden. Wel één nadeel, want als er dus een bedrijf is wat onbekend belt, die krijg je dus ook niet aan de lijn. Maar goed, ik heb die oproep dus stilgehouden en dan zie ik dus uiteindelijk wel welk nummer dat is geweest. En dan ga ik dat nummer dan toch googelen. En dan stond er inderdaad alweer eentje bij van, oh, dit is weer van de energieleverancier. Ik word daar zo zot van. Ik weet niet, of jullie er ook last van hebben. Het schijnt dat je vanaf 1 juli dat het bel me niet register niet meer bestaat. Dus dat ze dan ook niet meer mogen bellen. Dus ik hoop het, want ik word er helemaal hondsdol van. Maar goed, ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Vanavond ga ik even gestalkt kijken en dan ga ik daarna shownieuws kijken. Dan ga ik de vlog afmaken en dan ga ik even mijn foto's bewerken. Ik denk nog even wat met de muziek clearen, want het is nog steeds niet af. Dan heb ik de bold type en ook de laatste aflevering van Follow the Soa. Dus ja, dat ga ik even kijken en ja, ik ga lekker mijn boek verder lezen, want ik heb wel weer een nieuw boek. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Want, laten we even hierbij stilstaan. De abonnees gaan de laatste dagen echt super hard omhoog. Ik ben heel dankbaar. Kijk, we zitten op 378. De laatste dagen heb ik zoveel nieuwe abonnees mogen krijgen. Dus ik wil jullie allemaal heel erg welkom heten op mijn kanaal. Super leuk dat je geabonneerd bent. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar goed, ben je dus nieuw op mijn kanaal en zou je op de hoogte willen blijven voor mijn video's, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button, daar kun je ook op klikken. En daarnaast vind je een belletje. Als je daarop klikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan even je duimpje omhoog. En dan zou ik bij deze willen zeggen bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!